Ik begrijp dat Nederland, los even van Amerika, maar dat het nergens zo verspreid is als in Nederland. Hoe zou dat komen? Overleden mensen die in jouw lichaam zitten. Met andere woorden, als je hoger in die regio komt, als je wizard wordt. Dan krijg je dat mijn persoonlijke missie, omdat ik gewoon de kans heb gehad om heel veel jaren met prachtig trainingsmateriaal om mezelf te werken. De AFTA-training. Even voor Burgerfront, dan weten jullie het vast. De AFTA-training is de beste en de mooiste training. Even terugkomen op Nesara, want dit vind ik zo interessant. Want ja, Nesara, ik kreeg vanmiddag een bericht en die zeiden ja, over 2 weken, 21 juni of over volgende week, dan gaat dit al beginnen. Dan is het al een feit. Ja. 21 juni is het de langste dag van het jaar, de solstice. En dat is sowieso altijd al een heel krachtig punt. En dat er dan ook nog in het stormweerspel is, en exact in het midden van het stormweerspel. En het is ook extra sterk omdat er eigenlijk een paar uur na deze solstice is er een zonsverduistering. En het is een bijzondere zonsverduistering, want je noemt dit een ringvormige zonsverduistering. Het is namelijk het moment dat de maan heel ver weg staat. Al mijn vrienden die zijn nu op het Malieveld, of die waren vandaag op het Malieveld. Ik was 3 dagen in Friesland. En ik heb en in Friesland en van het Malieveld gehoord. Ja, de afgelopen 3 dagen was ik in Friesland. En eigenlijk min of meer om een beetje, ik heb wat rituele dingen gedaan. Maar ik doe heilige rituelen. Ik doe rituelen die gaan over het mobiliseren van mijn energie. En de energie van mijn voorvaderen en mijn voormoeder. Wat ik begrijp is, jij was in het noorden voor een interview. Ja. Dame was... Nou, daarna had ik een afspraak met een dame die vorige maand, een maand geleden, hadden die een barbecue georganiseerd. Mm. En dat was netjes aangevraagd, want dat moest je allemaal aanvragen. En maar op een gegeven moment heeft er een buur, iemand van de buren had geklaagd. En toen zijn ze met 30 man politie die tuin ingestormd. En ik had die vrouw een maand geleden al geprobeerd te bellen van joh, ik kom even langs, kom ik even een bloemetje brengen. Maar dat lukte dus gisteren pas. Ja, gisteren had ik een interview met Peter met Telegram. En ik haalde dat interview niet, omdat ik gewoon vastgehouden werd. Maar ik ben al 20 jaar geef ik leiderschapstrainingen en hou ik me eigenlijk hetzelfde bezig als jij, Winston. Namelijk, hoe help je nou mensen, hoe faciliteer je mensen om dingen in hun kracht te zetten. En ik kom er steeds meer achter dat mensen dat echt zelf doen, maar dat je wel degelijk een ongelooflijk belangrijke factor kunt zijn. Ik zie het echt als mijn persoonlijke missie, omdat ik gewoon de kans heb gehad om heel veel jaren met prachtig trainingsmateriaal aan mezelf te werken, de AFTA-training. Even voor Burgerfront, dan weten jullie het vast, de AFTA-training is de beste en de mooiste training ever. Sven Hulleman. Sven Hulleman is gewoon ik zie hem als een wizard. Ja, dat is iemand die gewoon alles voelt en alles snapt. Maar hij komt wel.